Goedemorgen mensen en welkom bij de eerste en enige zaterdag in de kerstweek. En we hebben weer Holy Fu. Zal terugplaatsen, anders vindt hij ons slecht. En dat willen wij ook weer niet. Want wij willen cadeautjes onder de kerstboom. De kerstboom bij daglicht. En ik kan zien dat hij weer kerstlicht heeft vernacheld. Maar allereerst gaan wij gewoon eens eventjes bij het vuur zitten. En bespreken waarom het weekend is, kerstvakantie. En je weet zelf allemaal, denk ik. Toch? Ja, vast wel. We gaan eens even naar beneden. We hebben gegeten. Deze chest. Nog even die in terug doen. Oh, we hebben hier nog twee Christmas gifts. Of course. En dus die gaan we er ook nog even onder zetten. En dan kunnen wij dag 4 beginnen. En dan gaan we eens even kijken wat de kerstman voor ons bedacht heeft op dag 4. Ik ga weer even mijn schep gebruiken op dit. Holy fuck. Wat de fuck ben jij aan het doen? Oké, hij is alweer terug. Hij zit in de grond. En ik kan hem wel raken. Ja, ik kan jou raken. Jij mij niet. Je raakt me wel. Fuck. Ah, spinnen zijn ook nooit tevreden. Geef ik hem een schep. Wat geeft hij terug? Vier spinpoten. Oké, we gaan eens even kijken wat dag 4 inhoudt. Kalender 4, hot chocolade. Ah, we hebben weer een nieuwe hoor. We kunnen gewoon iedere dag leven op een chocolade ding. Goedemorgen, zo aan het begin van je vakantie. Ja, zeker, het is vakantie. Het is bijna kerst, ja, ook dat ook. Ja, het is dag 4, dus nog maar 2-3 dagen hierna. Gezellig samen zijn is wat er hoort, maar jij bent helemaal alleen hier in dit kampje. Daarom heb je vrienden nodig, mensen die je verdedigen. Zo, als je misschien weet, kan je goede hulpjes maken van sneeuw en ei. Goede hulpjes. Pompoenen. Oh, wacht, ik weet het al. Je kan zo'n sneeuwman maken, maar wat is die ijzeren? Daarom ook coördinaten in het andere boek verteld. Oké, dat las ik niet goed hoor. Min 100, 200. Oké, daar gaan we dan maar heen. Even kijken, sneeuw, wat? Ik heb echt geen flauw idee trouwens, wat dat is. Die kant op, nee, daar. Daarheen. Min 100, 200. Hé, voel mijn schep, voel mijn... Lol, hij is al dood. Yes. Ja, dat moest even. Lol. Oké. We moeten naar min 100, 200. Dus dan gaan we daar maar eens even als de malle heen sprinten. Want we hebben toch niks beters te doen. Zo op de zaterdag. Eens even kijken. Een berg. Oeh, boy. Eens even kijken. Min 200. Min 100, 200 was het, hè? Dan moet het hier ergens zijn. Min 110. Min 100. En dan moeten we nog een stukje die kant op. Is het hier? Ja, gevonden. Oh, nog een boek. Zoveel boeken. Iron pickaxe, dat is wel handig. Welkom in het gebied waar vroeger veel gewerkt werd. Mannen waren iedere dag, van 's ochtends tot 's avonds, in de mijnen ijzer aan het hakken. Het lijkt me een geschikte locatie voor jou om je ijzer te hakken voor een Iron Go. Oh ja! Die kunnen we natuurlijk maken. Knew it. Oké, zit hier. Oh, daar is ijzer. Lol. Ijzer. Give me that. Give me that now. Oh boy. Kijk. Ah, wow. Vet veel ijzer. Oké, F3 mag wel uit. Hopsakee, vet veel ijzer hier. Hopsakee. En eens even kijken. Nog meer ijzer. Ijzer, we want more. Ijzer. Allemaal ijzer. Oh nee, shit, donkere cave. Dat is niet goed. We pakken ons zwaard. Hebben we torches? Ja, we hebben wel torches volgens mij. Hè? Ik dacht dat ik daar wat zag. Eerst even torches. Oh, we hebben wel wat torches. Dat is mooi. Ik zag dat toch echt. Was dat verbeelding? Ja, blijkbaar. Oeh boy. Vet voor iron.
het eerste hier is. Oh. Oh. Oh ja, pumpkins hebben we natuurlijk nodig. Hè? Voor een iron golem en voor een snowman. Even kijken, hoeveel iron hebben we nodig? Want als we dit allemaal meenemen, dan zijn we echt tot levenslang bezig of zo. Dus, hoeveel hebben we nodig? We hebben sowieso 2 pumpkins, dus dan moeten we nog een pumpkin. Waar zou die dan weer zitten? Misschien, je kon ook de andere kant op. Daar maar eens kijken. Of misschien zit hij hier nog wel ergens onder. Je gaat toch niet al die iron weghalen? We hebben 4 iron blokken nodig voor een iron golem, dacht ik. Dus dat betekent 4 keer 9, yes, mijn sterkste kant rekenen. 36. Je zou zien dat fout is. Nee, het is niet fout. Dat weet ik wel. We hebben er al 44, dus we zouden er al meer dan genoeg moeten hebben. Kunnen we ook iron armor maken. Het is allemaal zo leuk. Nog meer. Zo, ik weet. Give me more. Ah, ga mee. Het is zo slow. Zo slow. Hakken nou. Net alsof je vroeger was. Oké, hier is ook weer 7, 8 iron of zo. Wow. Dit is echt een dikke iron mine hier. Maar we moeten nu eerst eens even die andere pumpkin. En dan moeten we nog even sneeuwballen rapen. Dit is echt veel te veel iron, joh. Dat hebben we er nooit allemaal nodig. Kijken. We kunnen hier nog heen. En daar konden we ook nog heen. Dan zag ik. Ah, daar is ook nog iron. Look at me now. Iron. Oh boy. Is er nog meer? Nee, volgens mij is het niet meer mijn. Daar is nog een hele grote. Is dat ook een iron mine? Binnen kijken. Nee. Gaan we daar maar heen. Die komt zeker uit op dat ene ding waar wij net doorheen liepen. Niet? Zijn we ergens langs gelopen? Ja, we zijn zeker ergens langs gelopen. Daar komen we vandaan. Oh, kijk, daar is hij. Ja, uiteraard. Ik wou net zeggen, de kerstman kan toch niet zo dom en vergeetachtig zijn om onze ding te vergeten. Nee joh, dat doen we niet. Dan hebben we een iron meenemen. Je wint zelf. Hoeveel stenen hebben we? We moeten nog even wat stenen meenemen. Dan kunnen we een oventje. Opskee, we hebben geen kool. Dat is ook een klote eigenlijk. Volgens mij zag ik er beneden wel kool zitten. Dus neem in ieder geval wat. We hadden er ook nog 4 uit de beginchest. Ja, dat ben ik niet vergeten. Daar. Gotcha. Oh, is er 1. Nou ja, het is er 1. Het is de tijd niet waard, maar dat maakt niet uit. Weer. Kool. Ah, kijk, dit zijn er meer. Oh boy. Kool like a boss. Hopsakee, dat is genoeg voor altijd. Yes, perfect. Ik vind het genoeg. Hier kunnen we meer dan een stack verbranden. En branden zullen ze. Da-da-da. Branden, jongen. Branden. Branden zal je. Terug naar onze beginspot locatie. Je weet zelf. Springen. Oh boy. Hey, yes, presents. Weer eentje. Nog één. De kerstman is wel een beetje scheef geweest. Oké. Back home. No idea waar het is. Moet hier ergens zijn, toch? Vallen. Waar is het? Daar al. Oh shit, we zijn dood. Kunnen we eindelijk zien hoeveel hij echt hield? 4. Oké. Even kijken, we zaten ongeveer rond 0-0, moeten we zoeken. Een stukje die kant op. Sowieso. Moet ergens hier zijn. Kom op. Waarom nou? Jungle. Holy moly. Heb ook nooit bedacht om gewoon eens te zoeken of we waar onze
tentenkamp zat, hè? Dat zouden we ook eens. Het zat, ik weet dat het rond 0-0 zat. Dat heb ik toen gecheckt. We zijn de weg kwijt en het wordt donker. Spannend, spannend. Ah, de kerstboom. Uiteraard, uiteraard, jongen, uiteraard. Je weet zelf. Sneeuwballen hebben we niet nodig. Jij hebben we nodig. Oh, erbij plaatsen. Want het is hier een gezellig bol. Alle kerstgifts hebben hun vriendjes. Je weet zelf. En weet je, wij gaan hier afsluiten. En dus morgen. Het eerste wat wij gaan doen. Is de dingen maken. Dus ik ga ze er even allemaal in gooien. Wow, 64, 20. Pff, 5. Mensen, ik zeg bedankt voor het kijken en een goede nacht. En tot morgen naar weer F3 aanstaan. Dat is echt fucking lelijk. Doei!